allemaal, welkom bij een nieuwe Speel Mijn Kinderspeelgoed video. Vandaag gaan jullie zien dat we een hele leuke zomertas gaan maken. En je kunt zien dat die heel super eenvoudig is en dat die uit creatief papier wordt gemaakt. Dus kunnen we het heel makkelijk zelf maken. En hij ziet er heel mooi, leuk en heel zomers uit. We hebben dus bepaalde dingetjes die we erin kunnen stoppen. En natuurlijk is het gewoon een hele leuke mooie gele tas. Met hele leuke mooie groene hele mooie groene details. Zoals je kunt zien hebben we dus bijvoorbeeld deze hier. Dit is dus hoe we de tas vasthouden. Het zijn hele mooie bandjes. En dan zien je dus dat we hier dus verschillende soorten creatief papier hebben. En hiermee kunnen we dus heel mooi en leuk de tas gaan haken. Dus je kunt zien staan hier een beetje de specificaties van de creatieve papier. En dan hebben we hier bijvoorbeeld ons pennetje erbij. Dan kun je zien welk pennetje we kunnen gebruiken. En je kunt zien welke kleur we precies hebben en wat er verder nog meer op staat. Zo, dus we hebben het hier. Laten we even kijken wat we allemaal hebben. We hebben dus deze soort kleuren. En hoe dik ze zijn, hoe zwaar ze zijn, dat staat er allemaal op. Laten we nu alvast een beginnetje maken door een beetje van het creatieve papier te pakken. We binden het zo om onze vingers heen. En we haken zoals gewoonlijk gewoon zo met het papier. Het is wel een hele andere, een hele andere materiaal dan dat we normaal gebruiken. Maar zoals jullie kunnen zien, kunnen we het gewoon haken zoals we dat normaal zouden haken. Alleen moeten we nu extra voorzichtig zijn, aangezien het papier een stuk fragieler is. Dus we moeten het gewoon zo rustig proberen te haken. Zoals je kunt zien, haken we dan gewoon heel rustig zo. En dan gaan we zoals gewoonlijk een patroontje beginnen te maken. Dus we haken er telkens omheen en we haken in cirkels. Zoals je kunt zien, proberen we dus als eerst een hartvorm te maken. En vanuit de hartvorm of de bloemvorm gaan we dus verder haken totdat we een hele leuke mooie tas hebben. We gaan dus als eerste beginnen met de voorkant van de tas. En dan zie je dus dat we zo proberen te haken. En we nu al een klein vormpje hebben. Dit is dus bijvoorbeeld het kleine blaadje van de bloem. En dan gaan we nu over op het volgende blaadje. Zo. Dit moet ik even aantrekken. En zoals je kunt zien hebben we hier dus onze andere volgende stukjes creatief papier. En daar gaan we zo verder op inhaken. Zo, de vorm begint al een beetje erin te komen. Dan gaan we zo verder. En dan beginnen we met het volgende stukje dat we hier gaan haken. Het andere blaadje. Zo, en dan gaan we over op het derde blaadje. Zoals je kunt zien ziet het hier al goed uit. En hebben we telkens ruimte over tussen de bladeren. En jullie zien dus hoe we die haken. Zo, dan zien jullie al dat we een vorm hebben. Dan gaan we gewoon zo doorhaken zoals we net al aan het haken waren. Zo, dan hebben we hier uiteindelijk de bloemvorm. Die moeten we even goed vastmaken, goed aantrekken. Zo. En dan zie je dus dat we hem goed hebben strak aangetrokken. En dan gaan we natuurlijk zo door. Zo verder maken we deze vast aan dit. En dan hebben we al heel mooi ons beginnetje, waaruit we verder kunnen haken en verder de tas kunnen vormen. Dit is dus de beginnende stap. En als je dit stukje al hebt, dan kun je heel makkelijk verder haken tot de verdere rest van de tas. Zo, laten we dan hieruit verder haken en de bloemvorm nog verder uitwerken. Zo.
dan zie je dus dat we gewoon grote ruimtes tussen elkaar hebben. Dus we stoppen nu eigenlijk met de bloemvorm, maar vormen nu gewoon de tas eromheen. Zo, en dan herhalen we telkens dit patroon. Zo, dan zien jullie nu hoe die eruit ziet. En dan gaan we zo verder. Dan creëren we hier nog wel wat meer ruimte. Zodat we de originele bloemvorm nog wel een beetje volgen. Zo, en dan gaan we zo verder. Zo, dan zien jullie dus dat we een groter patroon hebben. En dat we een groter deel van de tas al een beetje af hebben. Zo, dan zien jullie dus dat we hier bijvoorbeeld een bloemvorm hebben. Dat we hier over zijn gegaan op het verder haken en dat we hier gewoon heel erg goed omheen moeten haken. Zo, dan zien we hier dat we een vierkante vorm hebben. Dan hebben we een beetje de voorkant of de onderkant juist van de tas al een beetje af. En dan kunnen we hem zo buigen zoals we willen. En dan gaan we hier verder op het afmaken van dit stukje van de tas. Zo, laten we dan zo verder haken. Zo, dan gaan we zo verder over op het verder haken hiervan. Zo, dan zie je dus dat we dit deel van de tas al af hebben. En dan gaan we nog verder met het erop haken. We gaan dus hier bovenop verder. Zo, en dan gaan we verder. En dan zien jullie dus dat we dit patroon telkens aanhouden. Maar dat we telkens grotere, kleinere openingetjes hebben tussen de haken. Dus als jullie bijvoorbeeld zien dat we daar een paar openingetjes hebben, die zullen dus groter worden. En dan zullen we dus proberen zo aan te houden. Zo, dan gaan we zo verder. En dan ziet het er uiteindelijk zo uit. Dan hebben we de openingetjes iets groter gemaakt. Maar we hebben tegelijkertijd ook een beetje de grootte aangehouden. Maar jullie zien dat de rondingen iets groter zijn. En dat de ruimtes daartussen nog steeds wel dezelfde grootte hebben. Dan gaan we nu over op het verder haken vanaf hier. En dan hebben we een soort van de voorkant van de tas al af. Zo, jullie zien dus hoe dit eruit ziet. En dat het telkens iets groter is. En dat de ruimtes daartussen nog steeds wel dezelfde grootte hebben. Zo, nou dan gaan we zo verder haken en dan gaan we kijken hoe de tas er dan zo uit komt te zien. Ik denk dat we hem zo gaan vouwen. En dan zo vasthaken. Zodat we de tas aan elkaar vast kunnen maken. En dan gewoon een mooie vorm kunnen geven. Zo. Laten we eens even kijken hoe we hem goed kunnen vouwen en dan zo goed kunnen vasthaken. Zo, laat ik even kijken hoe ik dit ga doen. Even vanaf dit punt weer verder haken, waar ik was gestopt. En dan maak ik ze zo aan elkaar vast. Zo, laten we dan zo verder haken. En dan zien jullie dus dat we gewoon alsof we bijna naaien, dit er zo doorheen halen en de overgebleven wol zo aan elkaar vasthaken. Zo, en dan gaan we zo verder. En zoals jullie zien hebben we het zo aan elkaar vastgemaakt.
dan ziet het er zo uit en zo moet hij er uiteindelijk ook uitzien. Zo. En dan moeten we hier dan zo verder gaan en dat ook aan elkaar vastnaaien. Maar natuurlijk nog een opening open houden, zodat we de tas wel open en dicht kunnen doen. Zo. Laten we dan zo verder haken. En dan gaan we zo verder. Zo, en dan zien jullie dus dat we nog één kant vast moeten maken. En dan hebben we de opening van de tas er nog steeds bij. Zo, en dan haken we zo verder. Zo, en dan zien jullie dus dat we deze nog vast moeten maken aan deze kant. Zoals we de vorige twee hebben vastgemaakt. En dan zien jullie dat we bijna vast zijn. Zo. En als we dan zo vast hebben gemaakt, hebben we de vorm van onze tas al behouden. Zo. En dan zien jullie dus dat we zo een mooie vorm hebben voor de tas en dat die dan zo ook open en dicht gaat. Zo, laten we dan de tas zo vastmaken. Deze overgebleven stof kunnen we hierin stoppen. En dan zouden we de tas zo dicht kunnen maken, maar nu hebben we natuurlijk nog een klepje nodig. Dit klepje kunnen we opzetten en die kunnen we dan gebruiken om de tas open en dicht te maken. En die naaien we er dan zelf aan vast. Want het vasthaken is een beetje te lastig, dus we gebruiken gewoon deze naald en draad en we naaien het hier vast. Zo. Gewoon er doorheen halen en het gewoon naaien zoals je normaal zou doen. Zo, en dan kunnen we hem zo vastklippen. En dan hebben we zo een hele mooie leuke tas. Zo, dan zijn er nog een paar dingen die we nog moeten doen. Naast dit clipje, bijvoorbeeld leuke decoratie op de tas. Zo, even kijken. Dit is een goede grootte voor de tas. Zo, en dan kunnen we hem zo openmaken. Maar natuurlijk gaan we dan nog verder met de decoratie van de tas. En die gaan we bijvoorbeeld hier aan de zijkanten doen. Zo, laten we dit eerst vastmaken en dan kunnen we zo beginnen met het vastmaken van de decoratie. Zo, dan haken we dit hier aan vast en dan kunnen we dit gebruiken voor de randen van de opening van de tas.
En zo. Dan zie je dus dat we dit zo hebben gehaakt. En dan kunnen we dit erheen halen en dan kunnen we dit gebruiken als de randen van de tas. Zo, dan maken we dit zo vast. Dan maken we het iets dikker. Zo, we haken een klein vormpje. Zo, we haken er een mooie vorm aan. En dan kunnen we dit gebruiken als de randen en de banden van de tas. Zodat je hem zo vast kan houden. En hem gewoon aan je schouder kan hangen als een normale tas of gewoon kan vasthouden. Die zijn heel dik en ik heb die dus zo eraan vastgehaakt. Zo, en dan zie je dus dat we bepaalde dingen in kunnen stoppen. En dan hebben we gewoon een hele mooie leuke zomertas die je makkelijk kan haken en makkelijk kan gebruiken. Zo, ik vind het in ieder geval hartstikke mooi en hartstikke goed en leuk gelukt. En het creatieve papier is ook heel goed en stug als je die wil gebruiken om een tas te maken. Maar jongens, als jullie deze video leuk vonden, like alsjeblieft deze video. Als jullie meer video's willen zien, kun je abonneren op ons kanaal. En als jullie commentaar hebben, kun je een commentaar achterlaten in de commentaarbox. Deel deze video met je vrienden en ik hoop jullie natuurlijk nog een keer terug te zien op ons Speel met mij kinderspeelgoedkanaal. Nou jongens, dat was het dan. Ik hoop jullie nog een keer terug te zien bij ons kanaal. Doei!